Hey pieps, ja, daar ben ik weer. Ik weet het, het heeft wel weer even geduurd. I know. Maar ja, gronde reden, je weet het wel. Mijn chronische ziekte nam even de overhand. Dus ja, dat is wel een beetje jammer, maar wel even realiteit. Ik heb wel, voordat dat even de overhand nam, had ik wel een filmpje opgenomen die ik met jullie wilde delen. Maar ja, helaas heb ik die niet gedeeld met jullie, maar die ga ik alsnog delen. Want ik moet gewoon weer terugkomen. Gewoon. Het is gewoon kansloos, het heeft al te lang geduurd. Waar ik eigenlijk in zat, werd een beetje mijn comfortzone en dat kan gewoon niet. Ik moet weer uit die comfortzone, ik moet er weer uit en het mag gewoon niet de overhand krijgen meer. Die ziekte wordt een beetje lastig, maar ik ga mijn best doen, dus ik wil gewoon weer terugkomen. Ik was ook op social media, Instagram, Facebook, was ik ook niet actief. Niet dat ik echt zo spannend altijd was op de social media, maar ja, je weet toch, hier en daar zag je me toch wel. Maar ja, alles was gewoon eigenlijk een prikkel, zo gezegd. Dus, mag niet meer gebeuren. Dus ik wil nog wel, wil ik dat filmpje met jullie delen. Het is wel een oudere filmpje. Maar doesn't matter. Check it out als je het wilt zien. En ik ga gewoon weer proberen om terug te komen, jongens. Give me a chance again. Je weet het, je weet het. Nee, ik doe belachelijk. I know. Maar jongens, check it out. En ik zie het wel. Maar ik zit vandaag op de fiets. Ik ga nu naar een event van eigen huis en interieur. Dit is het blad, ik weet niet of mensen het kennen. Maar in ieder geval, er is een of andere event, open dag, I don't know. Ik weet niet wat ik precies kan verwachten. Nou, tenminste, volgens mij zijn er wel sprekers en dergelijke, I don't know. Maar we gaan het zien wat het gaat worden. So I'm back. En jongens, wordt vervolgd. Ik ga weer verder met fietsen. Daarna kwam op de laatste van bestemming. Een beetje bezweet. Look at this people.
We hebben net een workshop gehad van de ontwerpers, de stoffen maken. I'm flabbergasted. It was amazing, amazing. Echt jongens, aanradertje. Eigen huis en interieur. We gaan weer verder. Nou, het is lunchtijd, dus we gaan even wat eten. Kijk hier. Maar ja, nogmaals, herhaling. Hartstikke leuk hier ook. Echt, jongens. Een courgette soepie. Oh, dat is toch wel lekker hoor. Heel lekker. Leuk. Oh, wat leuk. Jongens, wat leuk. Maar ik ga niet per se. Nou, mensen, ronde 3. Ronde 3. Ja. En zeebaars. Vind ik zin? Yummy, yummy, yummy. Jongens, ronde 4, zegt het goed, ronde 4. En tiramisu, tiramisu. Nee, ik tel het straks wel, maar volgens mij zit nummer 4. Laten zien wat er allemaal in zit. Maar ik heb echt genoten en ja, sorry. Het is gewoon overdag. Ik heb gewoon een prosecco gezet. Belachelijk, belachelijk. Ik weet het. Maar dat is een matter. Maar, en ook even net met de ontwerpers gesproken. Nou jongens, ik kan wel interessant gaan doen en alles letterlijk gaan uitleggen. Maar je moet het zelf meemaken. Je weet hoe het gaat. Ik laat jullie later nog wel met een goodie bag zien wat erin zit. En you know the story. Ik bedoel, look on social media. You know the deal. So, later to be continued, baby. Jongens, jongens, ik ben gewoon in mijn oude buurt waar ik voor het eerst op mezelf ging wonen. Kunnen jullie me nog wat zien? Ja, dat is gewoon op de Zeeburgerdijk in Amsterdam. Er is zoveel veranderd. Het is gewoon ongelooflijk. I wanna come back, I wanna come back, I wanna come back. Maar ja, in ieder geval het huis waar ik in woonde. Dat werd sowieso, dat was toen al bekend. Zou gesloopt worden en dat is ook inderdaad gesloopt. En we gaan kijken hoe het er nu uitziet. Maar ik weet zeker dat ik doodziek ga worden. Maar echt, I wanna come back. Maar ja, dat was mijn old life. Maar het is gewoon een hoop veranderd hier, mensen. Het is gewoon crazy. Kijk hier. Nee, jullie kennen het niet. Sorry, excuse me for my language, dus ik zal even zo laten zien waar ik ooit gewoond heb toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen. I got a lot of memories over there. Nou mensen, hier achter mij, nou dat ziet er gewoon echt niet meer uit zoals het was, want het was vroeger was het een heel oude, ja het was gewoon, waren gewoon oude panden. Maar als je nu achter me kijkt, daar heb ik eigenlijk gewoond. Ik heb op 448 gewoond, maar ja, het hele gebouw is anders, alles is anders. En ik woonde dan op de tweede etage. Craziness! Het ziet er gewoon zo modern uit, leuker uit. Oh, I can cry now. Oké, ik doe dramatisch, ik weet het. Maar toch, mijn oude buurt. Weet je, aan de overkant zat mijn fiets altijd. En mijn auto. Oh my god, het ziet er gewoon zo anders uit, mensen. Het is gewoon craziness. I wanna come back, I wanna come back, serious. Maar het is in ieder geval opgeknapt en nou, dan weet u dat. Het gaat weer nergens over met mij, ik weet het, gaat weer nergens over.